met z'n allen in de regen. Oh ja. Never, hoe doen we het? Never quit. Ja, never quit. No excuses. Wij gaan onderweg naar een overdekt winkelcentrum. Want we hebben natuurlijk geen zin om in de regen te lopen. Net als hun. Je ziet er niet eens. Hij stelt scherp op de regen. We zijn in shopping mall Fields. En het is best wel druk. Want ik denk dat iedereen denkt van, nou, als we dan ergens heen gaan, doe dan maar overdekt. En we zien echt bijna geen buitenlanders hier. Alleen maar Denen. Geen andere auto's. En we gaan even ontbijten hier in het winkelcentrum. En jullie even rondtoeren hoe het hier eruit ziet natuurlijk. Zo druk is het hier nog niet. Je hebt heel veel winkels. Best groot ook. Maar we gaan eerst, volgens mij heb je daar boven de food corner dingen om even te ontbijten. Ik denk dat je daar een fiets kan huren. 3 verdiepingen, we gaan die kant op. We gaan toch maar even naar beneden. We laten dit voor wat het is. En we gaan maar even een rondje eerst beneden doen. Misschien dat daar nog een soort van broodjeszaak is. Hier is McDonald's, maar die slaan we over. Het ziet er wel netjes uit hier. Waar beneden? Dat ziet er meer uit in een soort van... Wat zie je? Oh ja, dat ja. Ja, dat is iets meer. Ook waar je lekker een koffietje kan nemen. Wij hebben een broodje en een koffie. Even lekker ontbijten. En dan gaan we zo een rondje lopen. Wij zijn een stukje aan het wandelen. En het is best een flink winkelcentrum. En dit is de shawarmazaak. Espresso House. Daar kun je ook een koffietje kunnen nemen. Ziet er ook wel... Ja, ja. Nou, net zaten we ook, maar... Dit ziet er ook wel mooi uit. Juicy. Oh, nee, ik denk het niet. Oh ja, wacht even. Even kijken. Of ze het hier hebben. Want ik ben al bij 3 dingen geweest en ze hebben het elke keer niet. Nou, die was een beetje duur, dus die neem ik dan niet mee. Maar ik had gekeken bij 3, hoe noem je dat? Tankstations. Eerst bij ons, toen tijdens de koffie en toen tijdens de tanken. En ze hadden er geen één. Een soort mediamarkt, ja. BCC. BCC everyday. Ze hebben ook hier een Jisk. Hele Pokémon. Oh nee. Ja, ik wist wel dat je Starbucks had hier, want dat had ik al gezien. Knoeien? Is die lek? Nee. Speelgoedwinkel. Toys. Starbucks koffie. Ja joh, je hebt er zoveel. En je ziet ook dat het nu een stuk drukker is dan net. Hier heb je ook een hele bakker. Moet je die rij ook zien? Je hebt hier van alles. Food to go, maar ja, hier kan je ook niet zitten. Het is ook een mooie winkel. Kiosk. Een supermarkt. Het is wel echt even wennen met kronen. Want je ziet dus 200 kronen en dan denk je, jeetje, 200. En 200, wat is 100 kronen ook weer? 13,50. En dan denk je 200 kronen. Nou, dat is toch dan 26 euro. Dus omrekenen. Maar we hebben even een app gedownload. Dus dan kunnen we het zo makkelijk bekijken. Ze hebben hier ook een H&M Home. En dan kijken. Zulke mooie spullen. Dat is echt ongelooflijk. Ook die kleden, zo mooi. Die mooie vazen. Is dit een kussensloop? Ja, dat is een kussensloopje. erg leuk. Mooie fruitschaal. Oeh, mooie fruitschaal. Er staat ook in euro erbij. Dat is wel meteen makkelijk. 35. Mooi hoor. Superleuk. Mooie kaarsen. Heerlijk vertoeven hier zo. Kijk, wat een leuke stoel. Leuk stoeltje ook. Ja hoor. Oh. Heel erg leuk. Dit is dus voor in je badkamer. Hoe mooi. Mooi hè? Dit is ook leuk. Dit is mooi. Gaaf hoor. Het is flink groot. Ook nog een hele plantafdeling. Maar ik ga maar, want Daniel die zit buiten te wachten. Oh, dat is ook een leuke stoel. En je ziet dit, dat gaat heel erg zo pillen. Ja, dat moet je niet hebben. Gezellig hè? We gaan weer naar buiten. En daar zit Daniel toch. Wachten. Die zei, ik zit wel even buiten. Want ik heb geen zin, die borden zijn ook zo mooi. Dat zijn van die ronde, diepe borden. Ook zo mooi. Ik zal hem even roepen dat we kunnen gaan. We kunnen gaan. Ja. Moet je eens kijken hoe groot ook die Zara is. Dan denk je dat dat Zara is. Maar dat is ook nog Zara. En dat is ook nog Zara. Dat loopt gewoon helemaal zo door. Je zou bijna zeggen, Zara is taking over the mall. We zijn een rondje gelopen en we gaan nu even beneden kijken. Of er nog iets is. Maar kan je die fietsen nou huren, denk je? Ja. Dan kunnen we ook een keertje fietsen huren. Als het lekker weer is. Ja. Maar we kunnen hier niet naar buiten kijken. Of het lekker weer is. Maar het zou gestopt moeten zijn met regenen. Oh, we kunnen niet meer. Dit was het. Daar kwamen we naar boven. En daar gingen we koffie drinken en een broodje eten. Dus we hebben alles gezien. Wij gaan weer de brug over. Op naar het centrum. Dit is wel een mooi gebouw hier. Ja. Ziet er ook een beetje Amsterdams uit zo, hè? Ja. Zo. Dat is een mooi gebouw. Is dat? Voor iets? Museum. Zo'n museum of zo, ja. Kijk, en dit is het Tivoli Park. Ja, attractiepark. Ja, in de stad. Daar gaan we ook nog heen. Maar niet als het regent. Daar zouden we heen gaan. Want dit is dus een van de oudste parken of het oudste pretpark van Europa of iets in die richting. Okay. Ik ga nog even opzoeken voor de zekerheid, maar zoiets was het. Dat is wel een flink mooie entree hier zo. Voor het Tivoli Park. Is dit een of ander... Is het allemaal muziekinstallaties? Moet je kijken, wat een mooi gebouw. Oh, kijk. En kan je nagaan, hè? Als het niet zou regenen, hoe mooi het er dan uit zou zien. Ja. Ik had het nog even opgezocht. En Tivoli is dus een van de oudste pretparken ter wereld. Want het is in 1843, zei ik net, hè? 1843 opgericht door George. Nog iets, weet ik even niet meer uit mijn hoofd. En die heeft het dus opgericht, dus dat is wel cool als we daar even gaan kijken. En het is ook nog in het centrum van Kopenhagen en naast het station. Dus ook super bekend. En we gaan nu even kijken of we ergens een plekje kunnen vinden voor de auto. En dan kunnen we nog even door de stad banjeren. Het regent nu niet echt. Het regent een beetje op en af. Maar we gaan kijken of we nog iets leuks kunnen doen vandaag. Welkom! Denemarken. Ik heb zelfs zo'n... Extra klepje. Ja, zo'n afdakje. Een extra cap. Waar gaan we heen? We zijn op... Hé, wat is dat dan allemaal? Service. Ik had mijn zonnebril op in de auto. Omdat ik het met die witte lucht best wel fel vond. Dat was eigenlijk best wel lekker. Toen liep ik net de garage en zei ik, hé, ik heb mijn zonnebril nog op. Ach ja, laat ik maar... Ik had zo'n filmpje gemaakt op TikTok met positive vibes. Positive vibes. In de hoop dat de zon gaat schijnen. Maar daar lijkt het nog niet echt op. Maar we gaan even kijken. Zijn dit soort foodhallen of zo? Wat weet jij eigenlijk wat typisch Deens eten is? Nee, geen idee. Ik ook niet. Welke kant gaan we eigenlijk op? Rechts. Ja, maar even, ik kijk wel op mijn eigen telefoon. Even kijken, dan lopen we weer droog. Het is een soort beurs lijkt wel, maar dan wel inderdaad met food. Moet je nog een koffie? Anders. Huh? Of iets anders? Iets anders. Bonbonnetjes. Is hier ook druk, hè? Ook omdat het overdekt is. Kijk, hier kan je eigen drank in je fles doen. IJssalonnetje. Bakker. Smak. We zijn er ook nog steeds niet uit wat voor taal we Denemarken nou vinden. Meer Zweeds, meer Duits. We weten het niet. Smoothies. Hier is hartstikke rustig, want dit is de gezonde hoek. Ja. Hier is het druk, want hier zijn de taarten en de cakejes. Nou, we zijn er alweer doorheen. We gaan weer op naar de regen. Capuchon maar weer op. Zo. Hè? Het is fris, hè? Sofa. Ja, seats en sofa's. Dit is mooi. We gaan hier even naar binnen. Tickets en exit. We lopen precies volgens mij weer de kant. Wat is dit? Dit is de toren. Geen idee. Weet je daar, kan je daar ook uitzicht zien of zo? Het was nu hartstikke druk. Dat gaan we straks doen. Maar het ziet er wel mooi uit. En er is ons hier nog iets opgevallen. Het viel Daniel eigenlijk eerst op. Hé, hey, die hond loopt op ons. Wat was jou opgevallen? Kapsels? Kapsels, ja. En stoplichten. Bij het stoplicht heb je hier gewoon soms zes stoplichten. Gewoon dat je denkt van ja, je kan toch ook gewoon naar één stoplicht kijken. Of twee, eentje aan de linkerkant en eentje aan de rechterkant. En dan staan er hier ook nog twee dan voor en twee daarboven. Hele hoop stoplichten. En kapsels. De kapsel van de mannen zit allemaal zo naar voren. Heel opvallend. En alle meiden lopen in wijde broeken. Ook dat is heel opvallend. Skinny jeans is niet meer van nu volgens mij. Krijg je de dure winkels. Balenciaga, Louis Vuitton, Céline. Nu zijn we in een of ander plein terechtgekomen. Kijk. Louis Vuitton. Oh, hele rij joh. Hele rij van Louis Vuitton, ja. Het is wat hoor. Hermes. Oh, we zijn nu denk ik op de PC Hoofdstraat. Hey, Prada. We zijn nu denk ik op de Hoofdstraat. Chanel, Dior. Dat Ilum, dat is een soort bijenkorf denk ik. Met heel veel dure merken. We zijn op de Dam aangekomen. Alle duiven. En wat is dit voor iets? Midden op het plein. Een ridder op een paard. Maar ja, ik heb geen idee wat het is. Ridder op een paard. Kan jij eens opzoeken? Even kijken. We zijn bij het Kongens. Opvallend plein uit 1907 met kassein. Ja, ja, opvallend plein. Staat er niet bij? Opvallend plein. Nou, opvallend plein. Het is zeker een opvallend plein. Mooi plein, prachtig gebouwen. Maar de wisseling van de wacht was vooral met het fantastische... Oh, dus komt hier ook zo'n... Hoor je dat? Oh, we moeten die kant op. Daar is leuk, die straat. Dus geen idee wat dit is. Ja, hier komen ze volgens mij met... daar komen ze straks uit, daar zo volgens mij. Straks? Ja, op een gegeven moment, weet je wel. En dan? Met wat is dit? Hoed, ik snap het niet. Met die Engelse hoed op. Oh, oké. Okay. Dan doen ze zo de wacht houden. Hoe doen ze? Laat even zien. Hier is het centrum. Een soort van Denemarken, wat heel erg bekend staat om de leuke kleurtjes. Het is nou alleen niet zo zonnig. Dat maakt het wel minder mooi, maar we gaan toch even kijken. Kijk hoe leuk. echt heel jammer dat het niet de zon schijnt. Maar ja. Hè? Met een muts? Ja. Oh ja. Langs het water. Volgens mij is hoddok wel een ding hier. Want ik zag net ook al een hoddokraam. Regen, capuchons, poncho's. Hier, mutsen. Allemaal een capuchon op. Ach ja, hè? Als je het maar leuk hebt. Waar we nou zijn beland. Joost mocht het weten. Maar we zijn in ieder geval bij het water. Kunnen we omlopen? Kunnen we via deze kant weer terug. Hier heb je ook van die rondvaartboten. Dat gaan we ook nog doen, hè? Het begint wel warm te worden nu in één keer. Is het vind je? Ja. Oh, nee, dat vind ik niet. Maar we kunnen via deze kant weer terug. Ik krijg last van zijn rug als we zo lang lopen. Dus hij moet af en toe even de benen. Is je veter los? Wat zei je? Die doet, dan voel je hem hier zo. Dan moet je hem ook wel even aan de andere kant doen, anders loopt je straks helemaal scheef. De andere kant is juist nog los. Maar de rechterkant zit heel strak. Oh, oké. Ik vind het niet koud. Nee? Nee, ik heb wel jas aan, maar ik vind het niet echt koud. Ik vind het ook nu niet koud hoor. Ik vond het net wel frisser. Ja. Oh, misschien kunnen we vragen of we met hun mee kunnen lopen. Ja. We weten in ieder geval dat we het in één dag gezien hebben. Dit is wel een mooi bankje. Ik denk dat het... Het is mijn hoogte. Denk je dat het een idee is om ergens wat te drinken? Dat denk ik dat het wel een idee is. Ja? Ik weet alleen nog niet waar dat idee eindigt. Bij iets drinken? Denk ik. Okay. Okay. Wij lopen in het park. Nou, het is meer een open veld. Met een aantal... Daar niet. Beelden. Zo ook daar verderop. Elanden. Kijk, elanden. Het regent in ieder geval niet meer. Maar de zon wil nog niet echt doorkomen. En we hebben net even een koffietje gedronken. Lekker. Koffietje. Heerlijk. Bij Espresso, hoe heet het nu? Espresso Bar. House. Espresso House. Hé, hey, hier een naakte mevrouw die je roept. Zie je dat? Hé. Hey. Zegt tak. Tak. Iemand zei dus tak en Daniel zei dat is bedankt. En ik zei volgens mij is dat dag. Want hey is gewoon hey. En tak klonk als dag. Maar dat is dus niet, het is dus bedankt. Dat is weer wat geleerd. Dan kunnen we ook gewoon zeggen tak. Tak. Kijk. Lekkere blote billen. Roept ze iemand. Zo ziet het er wel naar uit. Ze zegt, hé, hey, trommel. Je hoort trommels. Kijk, wat is dat dan? Tum, tum, tum. Geef, acht. Geef, 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 zeven. Geef, negen. Er is wel iets gaande daar, denk ik. Waar zo? Dat is het leger, daar. Leger? Ja. Waar? Ik zie ze niet. Daar zo, al die hoofden. Oh, daar! Ja. Wacht even, stop, kijk. Daar. Ze gaan rennen. Wat zijn ze allemaal aan het doen? Kom, we gaan snel kijken. Het is hierachter. Ja. Tromgeroffel. Je kan denk ik daar doorheen zien. Het is nou weer afgelopen. We hebben het gemist. Tot zover de militaire operatie. Helemaal. Oh kijk, daar komen ze. Kijk, ze gaan weer rennen. Hé, hij begint weer te trommelen. Kijk, hier lopen ze. Kijk. Nou, dat is nogal een ding. Of niet? Nou, we lopen gauw door. Dat is een ding, hè? Met een mes erop. Met een mes erop, ja. Nou. Museum. We gaan gauw. Hier komen ze vandaan en dan moeten ze rondjes rennen of zo. Ik heb even gepind, want ik was natuurlijk, ben wel benieuwd hoe het eruit ziet. Ja. Kijk, dit is dus een 200, lijkt een tegeltje zoek voor geld, hè? Ja. Dit is dus een Deense, wat is dit eigenlijk? Geen idee. Dit is dus een Deense kroon. Ja. 200. 200. 200. 200. En een 100. Hé, hey, we gaan doorlopen. Jij met je Deense kroon. Ja, maar kijk even. Kijk even. Ja. Die is ook mooi. Ja, heel mooi. Ik vind het wel mooi geld. Super mooi. Ik zou het gewoon houden. Ik hou het ook. We gaan daar naar boven en het regent het niet en nu gaat het weer regenen. Want je kan daar dus bovenop ook staan. Ga ik me met deze kroon betalen? Dat is leuk. Zei je? Wij gaan naar boven. Het is wel goed voor de benen dit, als we dit naar boven moeten lopen. We komen steeds hoger en hoger en hoger. En mijn horloge staat aan, dus die kan de steppen mooi tellen. Nou, hier gebeurt nog niks. Ik dacht misschien krijg je ook een soort van kunst, iets nog, maar nee. Op werk moet je kijken hoe dit eruit ziet, gestuukt hé? Weet je... Wat? Al die? Hier? Ja, op de grond, ja. Kijk, we komen steeds hoger. Hoe hoog zal dit zijn, denk je? Ik ook niet. Regent heel hard? Ja. Oh nee. Wel mooi ook met die boogjes. Wel lastig ook. Nou, even kijken of we er al bijna zijn. Ik denk het niet. Misschien zijn we nu op de helft. Ik dacht echt, nou ja, je ziet nog wel wat tussendoor, maar nee dus. Jongen, jongen, jongen. Het is me wel wat, zo'n rondje. Je kan tussendoor ook nog even uitrusten. Ja, maar het houdt niet op, hè? Hier hebben ze ook even, zijn ze ook gestopt. Ik ga toch nog even door. Oh, wat is dit? Winkelcentrum? Wat is dat dan? Ja? Oh, bibliotheek. Bibliotheekzaal. Denk ik. Toiletten. Zo, wat ruikt het apart hier, hè? Oeh, het stinkt hier. Echt naar zure kots. Uw. Gadver. Apart, hè? Een soort van kimono's. Het is allemaal kimono's. Het stinkt hier echt heel erg. En hier is inderdaad niks aan. Het is echt heel vies hier. Oeh. Ja, dat komt er ook op. Kijk, het zijn al kimono's. Maar we gaan door naar boven. Dat is even een vlakke tussenstop. Maar we gaan weer door. Wat is dat dan? Ja, een toilet. Nou, we komen nu al hoog, want we zien nu al de daken. We zien ook een hele hoop meer mensen. Hier is nog een stop. Maar wat dat dan weer is... Het hangt daar aan de muur. Wc? Het zijn allemaal wc's. Wat is dit dan? Ja, dit zijn de wc's. Moet je naar het toilet? Lopen we dan door? Hier hebben ze dit allemaal mee gemaakt. Grapje. We gaan door naar boven. Kijk, dit is het gebouw. Dit. Dus we lopen nu het torentje omhoog. Hé, wacht je op mij? Je loopt hier ook aan de verkeerde kant van de trap, hè? Kijk, up. Heel apart. Jongen, jongen, jongen. Je moet er nog voor trainen ook voor die 80 kronen. Is dit dan naar buiten? Stop hier. Stop at the red light. Move fast at the green light. Green, snel. Rennen. Naar boven. Nog meer naar boven. Blijven lopen, lopen, lopen. Oh jeetje, wat een aparte trainers. Sla er maar eentje over. Oh, het begint al te waaien hier. Zo. Nou, we zijn er. Dat is ook weer zo'n mooi uitzicht. Oeh. Uitzicht over Kopenhagen. Even kijken op de telefoon. Flink uitzicht, hè? Ja. Toch wel. Hier toch eens man. Kun je wat zien? Ja. Waar? Bij die windmolens. Oh, daar? Ja. Ja, dat zou wel kunnen. Ja, daar zo. Een eilandje. Zullen we even aan de andere kant gluren? Oh, je kan ook nog wat halen te drinken. Ik zei al, zullen we van die magneten sparen. Voor op de koelkast. Mooi uitzicht. Wat een wind ook, het regent niet. Het is weer lekker hier. Heb je foto's gemaakt? Ja. En die brug, dat is als het goed is de brug naar Zweden. En waarschijnlijk gaan we daar ook nog overheen. Wil je nog kijken? We zijn al een heel rondje geweest, ook al voelt het niet zo. Wat zei je? We zijn al een heel rondje geweest. Hier kom je naar boven. Hé, hey, is dat niet wat? Dat park waar we net door gingen? Ja, want dat is dat lange gebouw, toch? Ja. Ja, die lange rij. Waar ze met de trompet en de dingen. Want toen gingen we daar door dat laantje heen, die dubbele bomen. Ja. Kijk, dat is dat park. En daar bij die lange rij huizen, daar zo. Daar liepen de militairen. En ik kreeg dus 20 kronen terug. In een muntje. Waar is die nou? Even zoeken. Dan kan ik die even laten zien. 20 kronen. In een muntvorm. Heel apart. Gezondheid. Dank je. 2007 komt die. Mooi hè? Rådhusplein, 20 kroner. 20 kroner. 20 kroner. Zoiets zal het zijn. Ja, daar is die. Kijk, hij begint meteen te spelen. Zon. Oh, lekker zeg. Hij meteen Spaans liedje. Lekker Spaans liedje erbij, lekker zonnig. Heerlijk dit. Wij zijn op het Rådhusplein. Rådhusplein. En daar is aankomende zaterdag ook een of ander feest. Dus ze gaan nu van alles opbouwen. Misschien als we hier nog zijn. En het is leuk dat we daar misschien wel heen kunnen. Toch? En er is ook nog zaterdag een weekbord... Deense kampioenschappen. Deense kampioenschappen. Dus misschien dat we daar wel heen gaan. We kunnen alle kanten op. We hebben heel veel gelopen vandaag. En we zijn nu weer terug bij de auto. Waar we hier begonnen. En we hebben gelopen. Even kijken. Oh, zie je? Leg buiten wandelen vast. En dan zie je dat we gewoon ruim 10 kilometer hebben gelopen. En meer dan 15.000 stappen. En gewoon bijna 11.000 11 kilometer. De dag is natuurlijk nog niet afgelopen. En 13 trappen. Ik ben helemaal moe. Van alles. We hebben meer dan 15.000 stappen gelopen. Ik ben helemaal kapot. Dus ik hoop dat jullie het een leuke vlog vonden. Dan gaan wij even lekker film kijken. En dan zien we jullie later weer bij een nieuwe vlog in Kopenhagen. En natuurlijk Spanje. Hoe leuk is dat? Even, oh ja, vergeet ik helemaal. Zo moe ben ik. Zou jullie even een duimpje omhoog willen doen voor deze vlog? Even abonneren op ons kanaal als jullie dat nog niet gedaan hebben. En een leuke reactie schrijven natuurlijk. Heb je nog leuke tips? Laat het even weten. Dat is natuurlijk altijd welkom. En dan zien we jullie dus later weer. Doedels!